Dag, schat. Dag, Sinterklaasje. Te langs, kom hier. Kom. Kom. Dan ga je er serieus onderdoor terwijl je hier er doorheen kan. Oké. Okay. Ja, een hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karin, ja, dat zijn wij. Het is vandaag maandag 12 juli 2021. En het is nu 12:15. Ja. En met wie zal ik lopen, denken jullie? Raad. Nee, niet met alle drie, maar met Lady alleen. Yes, ja, met Lady alleen. Roos eventjes en met de twee zusjes. En Rodi mag werken straks. Dus jullie hebben het met mij te doen. Misschien dat jullie zo nog Roderick zien. Wie weet. Maar ik wens jullie wel. Wij wensen jullie heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. En zoals jullie zien is het behoorlijk gemaaid hier. Het was hier echt gewoon hoog. En nu dus niet meer. Nee. Het is nou lekker. Goed zo, meisje. Ja. Goed zo, keurig. Lekker hè, meisje. Is een lekkere wijfie, hè? Ga je niet meer rollenbollen? Nee. Er is zin in, hè? Ja, lekkere. Kom dan, Kitty. Kom. Kom eens hier op je stoel. Jut, kom eens hier. 1, 2. Kom lekker op je stoel. 1, 2. Ja, goed zo. Lovely, kom dan. Dag, schat. Sinterklaasje. Dag, Sinterklaasje. Ga jij maar lekker werken. Dag. Love you. Hi, Bob. Hi, Bob. I love you. Dag. Hi Bob. Hi Bob. Hi kerel. Kijk dan hoe dit er lekker bij ligt. Daar hebben we Speedo. Ja. Oh, is dat zo? Daar hebben we Beauty. En daar hebben we Lovely. Hi kind. Kom je er ook? Kom hier. Liggen. Liggen dan. Zo, hebben we hier er ook nog een. Daar, dat zeg ik. Wauw, wauw, wauw. En jij ligt lekker in je rolletje. Hè? Jij. Jij. Ja, ja, ja. Je bent lief. En jij bent ook lief. Ja. Ja. En mijn bank, dat ziet er niet uit. Maar dat moet nog even allemaal weer gaan verschonen en alles. Maar dat komt wel goed. Ja. Dat komt allemaal goed. Ja. En ik ga nog een lekkere mozzarellaatje pakken. Ja, en ik ga weer de telefoon op luidspreker zetten. Ook dat. Ja. Ja, en hier ligt lekker Lady op balkon. Oh, komen jullie er ook nog eens een keertje bij. Helemaal top. Helemaal goud. Ja, en mijn benedenbuurman is er ook weer. Helemaal goed. Helemaal top. Kijk, die is er ook weer. Ja. En dat zeg ik. Ja, helemaal top, 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 top. Ja, ik ga inderdaad nog eventjes een mozzarellaatje pakken. Zo, ja mensen, ik ga nog eventjes een lekker mozzarellaatje pakken. Die had er ook voor mij meegenomen. Een lekker mozzarella, lekker met peper. Wat ga ik maken? Nou ja, niet maken. Het zit er al in een zakje. Maar ik moet eventjes het zakje openen en dan moet ik het vocht er even uithalen. Ja, het vocht. Ja, een heel slechte benaming voor nu op dit moment. Maar oké, maakt niet uit. Nee, even het sap eruit halen. Ja. Een beetje knijpen. Ja, ook dat nog. Ja. En dan ga ik even lekker, even heerlijk mijn mozzarella eruit halen. Zo. Die jullie nu horen, dat is het bezoek van mijn moeder. Dat is Jan. Ja, maar dat is weer een andere Jan. Ja. Ja, en dat is niet de Jan, maar een hele goede kennis van mij. Ja, ook dat nog. Maar nu ook van mijn moeder.
Ja, leuk. Handig. Dus, ik ga nou peper op mijn mozzarella doen. Helemaal goed, helemaal goud. En nou denkt Jan, ik hou lekker mijn mond dicht. Ook goed. En nee, dat is geen Jan van Dam, maar een andere Jan, maar ik ga geen achternaam noemen. Nee. Handig. Dus Jan, als je dit kijkt, ik zou zeggen, reageer dan ook eens een keer even lekker onder mijn vlog. Want ik weet toch wel dat je altijd een duimpje omhoog voor me doet. Ja. Reageer dan even. Ja. Ja. Precies. Hoeveel? Even kijken. Bij 100 duimpjes omhoog. Dan komt Jan eens een keer in de vlog. Bij mijn moeder alvast. Ja, precies. Bij 100 duimpjes gaan we gewoon regelen. 100 duimpjes komt hij gewoon eens een keertje in de vlogs. Bij mijn mama. Ja, precies. Het begint te waaien. Het begint te waaien. En jullie liggen lekker buiten. Ja, zo. Komt ook niemand op de vlog? Nee. Zo, kijk eens aan. Ja, dat zeg ik. Het begint een beetje donker te worden. Maar ja, we krijgen ook, zeggen ze, namelijk onweer. Dus we gaan het meemaken. En daar staat onze Dinky Toy. En daar staat de auto van de buurman. Die er nooit is, eigenlijk. Nee. Hey, Drek. Ja, is het zo? Dus ja, ik ga deze eens eventjes... Ja, want deze zou Roon nog doen. Doet hij dus niet. Nou, kijk. Kijk, hier komen heel veel vliegjes vandaan. Die zou Roderick dus nog doen. Ja, nou, dat mag je dus nog steeds doen. Morgen anders even zo. En anders woensdag. En deze doe ik even lekker op de haak. Ja, en ik moet ze gaan schoonmaken, jongens. Kijk hoe vies. Oh. Hé, ja. Ja. Hi. Ja, hi. Zo, daar ben ik dus net binnen. En wat gaat het in één keer regenen. Yay. Kijk, jullie zien de regendruppels hierop. Lekker, jongens. Lekker. Nou, moet je dit ook weer zien ook, hè. Ja. Ja. Nee, dat zeg ik. Een lekker buitje. Heerlijk. Hi. En nou mag het wel gaan onweren. Ook lekker. Maar lekker allemaal lekker naar Den Helder. Mag wel. Ga maar lekker naar Den Helder. Deze hele bui. Toe maar. Ga maar. Lekker. Lekker en Den Helder pesten. Toe maar. Voor mij mag het. Ja. En dan kom jij er weer tussen. Hey, Biot, kom eens hier. Biot, kom maar. Biot, kom dan. Biot, kom. 1, 2, kom. Biot, kom dan. Kom, 1, 2, Biot, kom. Ja. Ga eens liggen dan. Liggen. Ga eens liggen dan. Ga eens liggen. Ga liggen dan. Ja. Ik was dus net Gio aan het kijken. Kom zij lekker bij me liggen. Ja. Nee, je bent lief. Ja, ik sta nu even lekker op het balkon. Zoals je kan zien. Betrek de wolken aardig. Mijn liefdallige buurman. Mijn liefdallige. Met die mooie auto die is hier thuis. Ja, gelukkig ben ik heel blij mee. Dus, alleen hij vroeg op welk huisnummer ik woonde. Dus ik had het al geappt. Maar ik weet niet waarom. Of hij heeft iets van mij meegenomen vanuit Estland. Want dat doet hij wel eens vaker. Mijn liefdallige broer. Dus ja, eens even afwachten.
Ik had Ro net aan de lijn, die is aan het werk. Morgen mag je ook weer werken. Ja, ja. Ja, en als je nou gaat afvragen waar ik deze litteken van heb. Dan zal ik dat zo meteen eens even vertellen. Ik had vroeger, dat ik hier net kwam wonen, had ik een bed. Die is toen naar mijn ex-wagen gegaan. Toen kreeg ik een ombouw van een waterbed. Want ik wou eigenlijk een waterbed, maar dat is ook niet doorgegaan. Toen had ik wel gewoon mijn normale matrassen. Maar toen vond Speedy het leuk om met zijn nagel dwars door mijn lip heen te gaan. Ja. Toen mocht de kat nog bij mijn bed. En meneer die gaat draaien en die haalt toch in één keer uit. Gewoon dwars door mijn lip heen. En daar heb ik dus die litteken nog van. Ja. Want Speedy vindt het ook leuk. Dat zal ik nog een verhaal vertellen. Daarom mag je ook eigenlijk zo weinig bij me op schoot. Want omdat ik hem niet altijd vertrouw. Ik heb nog een huismaatje. En ja, daar ga ik ook heel goed mee om. Die woont ook hier in de wijk. Hij bleef maar aaien en aaien. Ik zei, nou, kijk nou uit. Ik zei, want ik zie zijn oren naar achter gaan. Ja, maar dat is niks. Is prima. Is goed, joh, wat jij wil. Nou ja, zo gezegd, zo gedaan. En hij blijft maar aaien. En één keer bijt hij precies bij mijn maatje. Precies hier tussen. Precies. Ja, echt precies. Hier. Nou, de tanden stonden erin en het bloed kwam eruit. Dus ja, dat is eventjes een beetje Speedy leren kennen. Daarom vertrouw ik hem niet altijd. Nee. Nou, en het wordt steeds donkerder en donkerder, zoals je kan zien achter mij. Steeds donkerder. Dus ja, we gaan het afwachten. We gaan het allemaal lekker meemaken. Wat het weer gaat doen. Ja. Ik zal eens even kijken wat mijn broertje wil. Hij is al thuis, dus. Mwah. Ik vind het allemaal prima. Ja. Wat mijn hondenbuurman wil, weet ik ook niet. Slapen vannacht of zo? Geen idee. Ik kan niet weten, niet. Nee. Maar ik moet ook nog eten. Dus ik weet niet nog wat ik ga eten. Ik heb wel vlees, dus het komt toch goed. Ja, precies. Kom maar, Beauty. Kom. Ja. Ga je er weer? Oh, je kan er zelfs nog beter langs. Doe maar. Go. Toe, kom eens hier. Kom hier. De langs, kom hier. Kom. Kom. Dan ga je er serieus onderdoor, terwijl je hier er doorheen kan. Oké. Ja. En dan gaat zij, en dat wil ik dus niet hebben, dat ze gaat trekken. Dus ze mag gelijk weer naar je toe komen. Kom maar. Nee, ze kan. Jut, lovely, kom. Kom maar, goed zo. Goed zo, dat is het, hè. Rustig. Ja. Rustig. Kom maar. Ja, lieve mensen. Ja, het is een tijd van een vlog openen. En het is een tijd van een vlog weer afsluiten. Nou, die tijd is gekomen. Ik ga vragen of jullie deze vlog leuk vonden. Zo ja, vergeet dan niet te abonneren en een duimpje. Vergeet die zeker niet. En als je er tijd voor hebt, laat even dan een leuke reactie achter. Want als ik tijd heb, dan krijg je zeker een leuke reactie terug. Dan zou ik zeggen, dank jullie wel voor het kijken. En dan zie ik jullie graag morgen terug bij een gloednieuwe vlog.